Floridezen kon werken, zijn wij vandaag een wijk aan zee. Het is namelijk een wijk aan die zee. Daarom hebben ze zo genoemd wijk aan zee. Hoppie creatief. Wij gaan vandaag een beroep doen wat bijna niemand meer doet. Baywatch. Wij gaan vandaag dikke mensen redden uit die water. Nee, yeah. We gaan geen dikke mensen redden. Oh, sorry. Wij gaan vandaag mensen met een bestaandelijke hindernis redden uit die water. Nee, ook geen mensen met een uitdaging. Ze hebben geen hindernis? Nee, het zijn gewoon zwemmers. Zijn niet dik? Nee. Kom je dan wat doen ze in die water? Zwemmen. Heb je die water gezien? Is op je kop. Jij gaat zwemmers redden. Prima, prima. Maakt niet uit. We gaan dingen halen uit die water. Deur gaat niet vanzelf open, hè? Deur gaat niet open. Wat is je naam, jongetje? Ik ben Jeffrey. Jeffrey. Hi. Vrolijk, alles. Alles, ja. Ben je klaar? We gaan ervoor, toch? We gaan ervoor, ja. Dingen redden. Ja, ja, we gaan dingen redden. Heb je ooit zo'n mooie Ariel gezien? Weinig. Weinig, hè? Weinig. Kom, ja. Hoor. Ja. Kom, we gaan rijden. Jeffrey, die deur gaat niet vanzelf open, hè? Ik ga je helpen. Hij is wel lekker, maar een beetje langzaam. Maar normaal doen de mensen het zelf allemaal, hè? Ja, dat zijn ander soort mensen. Ander soort mensen, ja. Ik ben helemaal klaar. Wat is mijn badpak? Kom mee. Kom mee, joh. Want ik ga helemaal zo die Baywatch. Ik heb hier een onwijs mooi pak voor als het wat kouder is en voor op het water. Wat is dit? Dit is een overlevingspak. Dit doen jullie aan? Dit doen wij aan als het op de boot en als het wat kouder is. Hebben jullie niks van Donatella Ferrari? Nee. Dolce Banana? Ook niet. We gaan deze aantrekken. Ja. Jullie zien mij zo terug, dan heb ik het aangetrekken. Nou, het staat je goed en je bent bijna klaar voor het echte reddingswerk. Je vindt dit mij goed staan? Ja. Heb jij een vriendin, Jeffrey? Nee. Snap je waarom? Ik snap ook zeker waarom. Kom je, dit staat goed. Wat gaat erop staan? Wat zei je? Een reddingsvest? Een vestie. Ja, zal ik hem even aandoen bij je? Doe jij het maar even aan. Je mag hem straks ook weer uit gaan trekken. Zal ik hem even dichtklikken voor je? Klik jij het maar dicht. Als het niet gaat, moet je een beetje olie gebruiken. Ja, ja. Zal ik hem even wat strakker trekken? Trek jij het maar lekker strak. Vind je wel fijn, denk ik. Hij is ruw, hoor. Alsjeblieft. Goed communiceren, goed praten. Altijd goed communiceren. Altijd je moet precies zeggen dat die andere weet wat je lekker vindt, wat je wil. Ja, dat anderen weten wat er nodig is. Als je een auto nodig hebt, of een boot nodig hebt, of een ambulance nodig hebt, of een helikopter nodig hebt. Helikopter. Ja, dan is dat belangrijk. Ik heb ook een hele goede helikopter, hoor. Ik ga erop zitten en ik draai rond. Ja, helemaal en wij hebben een portofoon. Oh, portofoon. Ja. Dit is je desk. Wat heb je aan? Ik heb niks hieronder aan. Alleen dan hebben we ook codes. Bijvoorbeeld een auto, dat is de 410 bij ons. 410, kom on, jong, ik heb assistentie nodig nu. Hij is echt hoppie langzaam. Ja, dit duurt wel iets te lang. Je bent al dood, zo. Ja, nou komt die race. Ja, nu. Ja. Nou, daar is de 410. Oké, we zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor, hè? Ja, dus jij wordt opgeroepen, let maar op. Ja, 412, we hebben je hulp nodig aan de waterkant, over. Ze hebben mij hulp nodig, ik ga iemand redden. 412 komt eraan, over. Ik heb geen zin. Over! Wat is dit? Je gaat goed, je gaat nergens tonto. Je zei je kon dit. Over! Wat een dik zooie zit. Ik ga niemand redden. Niemand ga ik redden. Alles! Ik ga niemand redden, want mijn haar is nat geworden. Ik ben mijn nagels kwijt. Hier. We hebben een vis. Het is een walvis. Hij is binnen. We komen terug naar de kant. Het is een lekkere kibbeling. Douche, joh. Iemand pak knoflooksaus, want we gaan eten. Helemaal klaar met dit helemaal. Mijn haar is nat. Mijn nagels zijn weg. Ik ben klaar met deze hele watch. Iedereen, red jezelf. Als je mij ziet, je zoekt het uit. En hij gaat betalen voor mijn haren, voor mijn alles. Ik ben klaar met iedereen. Je moeder. Door die hele coronavirus hebben hoop veel mensen in Nederland hun baan verliezen. En de vraag is, Judeska, waar moet ik gaan werken? Dus vandaag gaan wij op zoek naar iemand die wij gaan make-overen. En ik heb die foto gezien van die klant die we vandaag gaan bewerken. Het is hoppie hard nodig.
So they tell me that you're looking for a girl like me. Als dit het begin is, dan weet ik niet hoe dit gaat eindigen. Ik ben ooit een keer in zo'n gebouw geweest, maar dat was de crematie van mijn oma. Hey, hallo, goeiedag. Ik heb te maken met... Richt. Silke is echt Friese naam. Vertel, wat doen jullie hier allemaal? Het belangrijkste vinden we eigenlijk mensen een goed gevoel geven. Want als je je goed voelt, straal je dat uit. Aha. Dus doordat je er mooi uitziet, voel je je beter. En dat straal je dan weer uit. En hebben jullie ook wel eens mensen gehad dat je dacht... het gaat niet lukken? Nee. Die zijn er eigenlijk niet bij. Het lukt altijd. Nooit tegen iemand gezegd, ja, hoppie mooi. Je ziet er, hoppie mooi, maar dan is het weg, wat? En nooit? Nee, iedereen heeft iets moois. Ja, iets moois. Ja, een enkel, maar daar kijk je niet naar. Oké, leuk. Dus vandaag gaan wij iemand mooi maken. Wie is de slachtoffer vandaag? Reina. Iedereen weet, in Friesland zijn de mooiste vrouwen, zeggen ze toch, de mooiste vrouwen van Friesland. De mooiste modellen zijn hier. Dus ik ben hopie benieuwd met wat wij vandaag gaan werken. Wat voor soort vrouwen gaan helemaal reshapen. Ik ben echt hopie veel benieuwd. Hallo. Jij bent... Reina's, toch? Ja. Reina's, welkom vandaag. Vandaag ben ik hier om jou te gaan meehelpen met hun... om vandaag de hele makeover te gaan geven. En, maar we gaan bij het begin beginnen, want weet je wat jouw naam betekent, Reina? Nou? Betekent koningin. Je betekent koningin, maar je kleed je als de staalknecht. Waarom? Ik ben hovenier. Leek, want wat doe je allemaal? Tuinen ontwerpen, bijhouden. Want ik ben ook soms ook met hoveniering bezig, hè. Want ik hou van die wortels, aubergine, asperge, courgette. Lekker, hè? Beetje lekker, hè? Hop is stout. Oké, luister. Vandaag zijn we hier bij deze dames, hè. Ja? Die gaan jou helemaal aanpakken, gezicht, allemaal dingen doen. En ik mag vandaag met jou de kleding gaan kijken, de make-up. Okay. Hoe we jou helemaal gewoon gaan omtoveren. Heb je er zin in? Dit is niet netjes genoeg. Het is goed, maar voor een crematie. Nou, dan is het, ja, nou, dat je denkt, steek het allemaal in de fik. Dat is wat het is. Het is leuk, maar vandaag gaan we iets anders doen. Vandaag gaan we shinen. Omdat je bij ons komt werken, moet je natuurlijk ook in stijl. Dit? Ja. Dit is de uniform. Dit is ons uniform. Ik dacht, jullie zijn tweeling. Daarom dragen jullie diezelfde kleding. Nee, dit is ons uniform. Oké. Kijk. Top. Nee, mooi. Ja. Leuk. Alsjeblieft. Leek. Nou, kom je mee? Kom. Ik ga met je mee. Dit. We hebben hier van alles, Reina. En hier zit jouw magic touch. Kom hier voor die spiegel. Sta voor die spiegel. Kijk. Wat zie je? Zeg mij. Wat je ziet. Power, precies. Ik zie kracht, ik zie vuur. Een vrouw midden in die leven. Want ik heb begrepen, 2 jaar geleden ben jij gescheid. 2 jaar geleden, want wat was er? Was die apparaat van hem kapot? Nee hoor. Die apparaat, die doet het nog. Ja, die doet het nog. Oh, je probeert het nog soms? Nee. Maar je zoekt iets moois in je leven. We zoeken... Een powerman. Een powerman. Want hij moet je kunnen optillen. Hallo. Snap je? Goeiedag. Een man met een goede tractor. Tjukutju, ja. Hoor. Maar moet hij uiteindelijk ook uit weergay komen? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Als die maar jou kan zien en jou kan waarderen en liefhebben, want dat is wat je verdient. Nou, dat klinkt toch helemaal goed. Oh, je wil lesbisch worden? Kijk uit, hoor. Kijk uit, Reina. We zijn al een uur bezig met Reina haar hele facial aan het geven. Maar ik heb nog een kleine verrassing voor haar. Joehoe! Lieverd, luister, jij weet, ik zou net eigenlijk jouw make-up zelf gaan doen, maar jij verdient de allerbeste. Patricia, kom binnen. Nou, dit is Patricia. Dit ligt hier opgebaard. Ze leeft nog, hoor. Maar zometeen naar jou gaat ze helemaal vliegen als een engel. Ah.
Make-up! Make-up, hallo! Ga je nog een keertje mijn gezicht doen? En? Hoe lang dan? Ik heb trek. Zo, klaar. We hebben hard gewerkt. Het is een mooi eind. Kom, we gaan naar de reveals. Reina, koningin, eindelijk ben je er. Ha! Nou? Hallo? Hey. Hallo, hey! Kijk je haar, meisje. Mooi. Wat voel je, wat voel je? Ik voel me mooi. Hey, you. Hoppie mooi. En zoals bij elk makeover-programma is het nu tijd voor de reveal. Super. Het is een heel makeover, heel veranderd. Weer een echte vrouw in plaats van een tuinman. Ze is echt een topvrouw, dus dit is echt heel mooi voor haar. Aha, het zit er weer op. Mensen zijn blij. Dit is echt een werk. Wat ik zeg, Judeska, dit zou je vaker kunnen doen. Nou, jij hebt niet echt veel gedaan. Dat waren Recht, Silke en Patricia. Hallo, hey. Gecoördineerd, wie gecoördineerd? Judeska, je hebt altijd iemand nodig die de boel coördineert. En ik heb vandaag de boel gecoördineerd. Belangrijk, goedemiddag.